Hi allemaal, ik ben Jelena en als jullie me zien, dan weten jullie dat het tijd is voor een nieuwe editie van Q-Time. Iedereen's Q-Time of quality time is different. Sommige mensen willen gewoon relaxed zitten, anderen willen iets doen. And some people just want to get nice and cute. En mijn volgende gast of mijn gast van vandaag, die helpt je om je helemaal weer super leuk eruit te laten zien. Vandaag zit ik met Genevra Ollenberg, maar meer bekend als Cookie. En ze heeft haar eigen business genaamd Cookies Locks and More. Hi Genevra, of moet ik Cookie zeggen? Genevra. Hi Genevra. Hi. Hoe gaat het? Goed, goed. We gaan niet luisteren vandaag. Het gaat goed. Het gaat goed met je? Het gaat goed, ja. Okay. Mooi, je ziet er prachtig uit. Dankjewel. Cookies, Locks and More. Vertel me over je business. Wat is er te vertellen? Zoveel. Er gebeurt zoveel. Vertel me alles. Wel, allereerst wil ik beginnen met mijn doel ervoor is haargroei. Mm-hmm. Het is goed voor als je zeg maar druk bent en je haar niet wil doen, 2-3 maanden kan dat toegezet worden. Het heeft helemaal geen nadelen. Mm-hmm. Voor mij. Ja, ik heb nog nooit gehoord dat een klant geklaagd heeft. En je hebt verschillende methodes. Je hebt permanent, je hebt removables, je hebt verschillende dingetjes. Oké, we hebben het doel alvast gehoord. Ja. Maar dus basically hebben we het alleen over de locks. Mm-hmm. Want je hebt cookies, locks en more. Ja. Maar je main goal is haargroei promoten. Ja. Door het zetten van locks. Ja. En wat voor locks heb je dus precies? Ik heb nu permanente locks, dus dat wil zeggen, mijn haar is dus gelokt met een stuk extension erbij. Mm-hmm. De extensions zijn dus de vlechten die erbij zit. En wat zijn de andere die er ook nog waren? Wat zijn? Je zei permanente locks. Removable locks en permanente locks. En wat is het verschil tussen die remove? Hoe worden die dan in je haar bevestigd? De removable locks worden dus, je haar wordt gevlochten, dus in vlechtjes, en dan worden die locks geplaatst. Na 2-3 maanden hangt er vanaf wat jouw haartype is. Dus dat gaat beslissen hoe lang je het gaat kunnen houden. Mm-hmm. Maar als je kroeshaar hebt, zeg maar, kan je 3-4 maanden. Sommige mensen worden het 7 maanden. En dan als je het losmaakt. 7 maanden? Ja. Oké. Meestal heb ik leerkrachten die in het binnenland werken. Dus ze komen misschien 1 keer in de zoveel tijd naar de stad. Mm-hmm. Dus dan zo. En als je komt, ik maak los. Sinds kort ben ik ook begonnen met de wassen, dus hair care, zeg maar, voor kroeshaar. En ook gewoon voor natuurlijke locks. Mm-hmm. Dus op die manier, je komt, je maakt het los en dan worden je vlechtjes losgemaakt en dan heb je nog steeds je kroeshaar. Die permanente is wanneer je, zeg maar, wilt lokken goed, je wilt je haar niet meer losmaken. En you want to take the easy road, de sneller. Je wilt niet lang wachten, want vroeger waren het gewoon die dunne vlechtjes en dan moet je maanden lang wachten. En dan heb je de zogenaamde ugly face. Maar bij deze was je haar direct gelokt. Je hebt gelijk dreads, zeg maar. Right. En deze heb je dus zelf gezet. Dus jij bent sowieso walking ambassador voor je eigen business. En deze zijn dus ook al 6 maanden? Nee. 2 weken? Ja, 2 weken. En ik zie vaak, je hebt locks, je hebt sister locks, verschillende butterfly, locks. Messy, ik weet niet hoeveel soorten er zijn. Nee, maar butterfly en messy doe ik niet. Ik heb een dame die dat doet in de salon, ze werkt dus in de salon. Natasha Burleson. Mm-hmm. Shout out to Natasha. Ja, heel goed. zij doet dus dan de messy locks, de sister locks. Nee, sister locks doet ze ook, maar dus met fout haar die je zeg maar niet te lang kan houden. En als je het losmaakt, kan je vlag dus weggooien. Dus met die messy locks. Maar met de extension is dus dat anders. Mm. Dus zij doet dat. Ik doe dus sister lock, natuurlijke locks. Ik doe de permanente locks. Ik doe detox, wassen, zwart maken, kleuren. Als je natuurlijke locks hebt en je bijvoorbeeld je haar niet wil vernietigen met peroxide, maar je wilt toch een kleurtje in, doe ik dat ook met goud haar. Oh, wauw. Zo, dat is een heleboel. Maar als ik naar jou kijk, zie je er super jong uit. Zo, van waar het idee, laten we het doel al weten. En hoe lang ben je al bezig hiermee haar doen voor mensen? Haar doen op zich, want ik doe zelfs ook eigenlijk van alles. Streeten, vlechten, dus alles. Ik ben begonnen met vlechten, ik was 11.
11. Ja. Gewoon was je buiten aan het spelen te zeggen van, oh my god, nee. Nou, nee. Ik wil haar gaan doen. Het is eigenlijk niet zo gegaan. Mijn moeder vlecht ook. Dus mm-hmm. ik kom uit een familie die, weet dat iedereen vlecht. Mm-hmm. Dus het was normaal. En ik hou niet van harenkammen. En ik heb een gevoelige hoofdhuid. Jij en ik samen. Ik heb een gevoelige hoofdhuid. Dus wanneer mijn nichten vlecht en ze trekken je haar, zie ze, denk je bij zelf, weet je wat, ik doe het wel zelf. Mm-hmm. Dus zo begon ik het zelf te doen voor mensen, voor vriendinnen. En zo is het eigenlijk een beetje eruit geroepen. Maar ik was altijd, zeg maar, shy om, zeg maar, mijn dingetjes te posten in groepen op Facebook of zelfs op social media. Mm-hmm. Maar er is een andere buurjongen, hij deed al lang locks. Hij is ook al bekend, Valentino Hasselbank, Shine Bright. Hij begon mijn dingetjes mm-hmm. dus te posten op Facebook in groepen. En zo is mijn klantenkring, zeg maar, uit gaan breiden. Dus het is onverwacht gebeurd. Mm-hmm. Het is niet gepland. En intussen doe ik dat werk al 16 jaar. Wauw. Ja. En je hebt nu eigenlijk je niche gevonden in het zetten van locks. So locks and more. En kan iedereen dan bij jou terecht voor locks? Mag nu uit wat voor haar type? Of ben je gewoon gespecialiseerd in haartypes. Wauw. En hoe is dat voor jou dan als je zo op iemand zo bezig kan zijn? Wat doet dat voor jou? It's the only time I don't get bored. Wow. Wacht even, je bent nu bored? Nee, niet. Nee. Oké, want dan kan ik komen zitten, dan mag je met mij bezig zijn. Ik vind het leuk als mensen comfortabel hier zijn. Nee. Maar het is, ik heb een short span of attention. Ja. Oh, wow. En haar is altijd mijn ding geweest. Maakt niet uit waar ik soms solliciteer. Ik werd nooit aangenomen. Nooit. Wow. En je bent nu hoe oud? 27. Ja. Als ik zo kijk en ik ontmoet zoveel mensen hier. Ze zijn allemaal bezig. Ze doen zoveel mooie dingen. En ze hebben iets ontworpen, bedacht. Een business en everything. Hoe wist je zo sure? Want nu ben je zeker. Dit is wat je wil doen. Ha, you're never bored. I wasn't sure. Als ik eerlijk mag zijn. Ik wilde verpleegkundige worden. Mm-hmm. Tot laat nog. Corona changed my mind. Ik ga niet verjagen. Maar dat was eigenlijk wat ik wilde. Ik wilde dit on the side doen. Mm-hmm. Maar steeds weer. Wanneer ik bijvoorbeeld. Toen ik moest gaan op de opleiding. Toen ik jonger was. En ik had een tatoeage aan mijn arm. Dus ze hebben me niet aangenomen. Ja, ik was gedemotiveerd, want dat is echt wat ik wilde. Mm-hmm. Maar toen vonden ze van, wanneer ik ouder ben geworden, kan ik via COVID gaan, dat is niet zo streng. Mm-hmm. Dus ik wachtte daarop. Maar meanwhile begon mijn business te groeien en ik heb geen tijd meer, omdat ik het ook fulltime doe. Mm-hmm. Dus vandaar. Maar zo zie je ook maar als iets je core is of je purpose, maakt niet uit wat je daaromheen gaat doen. Je komt altijd weer terug bij wat je uiteindelijk moet doen. Dat is echt zo. Wel, het is een inspiring story, vooral hoe je nog zo jong bent en nog zoveel moet doen. Yeah. Heb je ambities of dromen om uit te breiden en meer dan dit sowieso, te doen? Sowieso. Ik wil me iets meer gaan verdiepen in kroeshaar, verschillende haartypes. Wat kan, wat niet kan. Omdat ik vind dat eerste wat mijn klanten meestal zeggen, ik hou niet van mijn haar en dat soort dingen. En ik hou niet daarvan, omdat ons haar mooi is. Mm-hmm. Je moet het gewoon goed behandelen. Als je de juiste producten ervoor zet, heb ik ook gemerkt door mijn nichtje eigenlijk. Mm-hmm. Want zij is begonnen met kroeshaar, dus dichtbij mij. Mm-hmm. Twee nichten van mij eigenlijk, maar die ene is een beetje low-key. Ze heeft niet eens Facebook. Maar de kroeshaar is helemaal op de rug. Wow. De eigen producten maakt ze. Wow. Die andere ook. Ze heeft nu intussen een beetje verkoopt producten. Ik ben ook van plan haar producten te gebruiken in mijn salon. Mm-hmm. Want het werkt echt voor kroeshaar. Als je het zegt, zou je denken dat je Douglas bent. Hey, nee, maar ik wil niet Douglas, hè. Melanin Queen over hier. Ja, maar je krijgt echt die krullen. Die krullen komen naar buiten. Maakt niet uit, al is het 40 jaar. Die krullen komen echt naar buiten. Oké. We gaan daarover straks praten, want nu praten we over cookies, locks en more. Maar als ik zo naar je luister, dat wil zeggen dat je de hele remedy hebt. Je hebt erover nagedacht, je weet welke service je kan geven. Je hebt al vroeg ontdekt wie je wil worden, wat je wil zijn en wat je kan betekenen voor de maatschappij. Yeah. Waar kunnen mensen je vinden? Hoe komen we terecht bij jou? Waar zit je? Opnieuw weer. Mm-hmm. Voor nu. Sonnettenweg. Mm-hmm. 29. En ik ben ook te vinden op Facebook. Mm-hmm. Voor nu is mijn page naam nog steeds Cookies Breed en Mooi, maar ik ben wel van plan het te veranderen. Dus daar, mijn telefoonnummer staat, alles staat. Alright. En moeten we vroegtijdige afspraak maken? Of kunnen we gewoon een appje sturen? Of kunnen we gewoon bellen en het komt voor elkaar? Bellen, afspraak.
Sowieso. 2 dagen van tevoren, 1 dag van tevoren. Hangt er vanaf wat je gaat doen. Oh my. Nou, Geneva Allenberg, also known as Cookie, the lock specialist, and in the future the black hair promoter and caretaker. Yeah. Ik vond het super fijn om je hier bij mij te hebben vandaag. En ik wens je heel veel succes. En ik, ja, als ik zo zit en kijk, denk ik van, keep on going, because you found your purpose, en het kan alleen maar groter, beter en mooier worden. Thank you. So, nogmaals bedankt voor het komen. Jullie voor het kijken. Vandaag was Geneva Allenberg bij mij in de studio. En zij heeft Cookies, Locks & More. Als je op zoek bent naar de juiste caretaker voor jouw natural hair, maakt niet uit wat voor type haar je hebt. En als je iets leuks wilt doen, wil je locks, de verschillende soorten of type locks die er zijn, permanent of removable. En alle haircare tips erbij. En schijnbaar heeft ze ook een nichtje die de juiste haarproducten heeft. Ga naar Cookies Braids & More, nu nog op Facebook. Het zal veranderen in Locks & More. En get your care that you need for your hair. En dat was het voor vandaag. En niet te vergeten, remember or never forget, your time and my time is Q-time. Tot de volgende keer.